It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag donderdag. Ja, 5 september. En we leven om 14 uur 32. En ik heb geen hulp gehad, want ik ben een 5 zieke. Ja. Maakte dat niet zoveel uit, want ik was zelf ook hondsberoerd. Ben ik eigenlijk nog, maar mijn hoofdpijn is in ieder geval gezakt. Maar ik ben nog wel misselijk door mijn andere pijn, zoals mijn rug en mijn knie. En vooral mijn rug. En waarom ik zo beroerd misselijk en onderweg ben, heb ik een reden voor, dat is die computer. Ik heb hem wel aan, maar ik kan nog steeds geen vlog in elkaar zetten. Als ik zo meteen met de meisjes ook thuis ben, ga ik ook iemand even bellen. Kijken of die mij helpen wil. En dat hoop ik van harte. Want anders kan ik nog niet verder. Nee. Dat is er eentje die heeft een beetje meer verstand van computers dan dat ik heb. En ja, Roderick via de telefoon. Dat gaat het dan ook nou momenteel niet worden. Want die schijf moet uit die la. Die la met schijf krijg ik eruit. Heb ik in mijn handen. Maar dan moet die schijf nog uit die la willen. En dat krijg ik niet voor elkaar. Dus ja, het is even trambelant. Ik kan geen vlogs in elkaar zetten. Niks. Ik kan wel een nieuwe map maken. Op een andere schijf. En dan dat ik mijn nieuwe vlogs daarop kan zetten. Kan ik dat wel in elkaar zetten. Maar dan mis je een aantal x-dagen. Ja, een halve week of zo. Weet ik veel. Dat gaan we dan missen. En dat vind ik eigenlijk ook bijzonder. Ja. Want dat staat op die schijf. En die krijg ik niet open. Wie doet het niet? Het systeem ziet die schijf niet. Dus ja, hoe, wat, ik geen idee heb. Loopt er eentje hard heen en weer om te eten. Ja, we gaan zo weer weg. We gaan zo even lopen. Het is 24 graden. Google Hub die zegt dat het bewolkt is. Nou, ik zie die hele bewolking niet. Dus dat mens die erin zit, als het ware, dat robotje, dat is kirwitisch. Want het is blauwe lucht. Dus ja. Ja, blauw, ja. Daar een beetje wit in de verte. Maar ik zie verder geen wolken, nee. Ook momenteel geen strepen, dus ik weet het niet hoor, als ik het over heb. Misschien dat ik straks, als ik naar buiten loop, strepen zie. En ik heb ook gehoord dat Wangs alweer op is gehaald. Ik hoop dat ze de picknicktafel ook erin gedumpt hebben, want ze doen dat in een vuilniswagen. Dat wordt helemaal fijn gemaald natuurlijk, dus dat... Voilà, laat me gaan. Ja, want op het papier stond bankstel, bank en 2 stoelen. Maar er stond niet een picknicktafel. Er stond huishoudelijk grof vuilniszoet stond erop. Geloof ik, dacht ik. Wel grappig trouwens. Even zien. HVC, ja, hier. Bevestiging van het ophalen van grof huishoudelijk restafval op donderdag 5 september. Ja, even zien hoor. Een tweezitsbank vertuilt 2 maal voor het huis aan de openbare weg, direct bereikbaar. Maar wat hadden we gedaan? Die picknicktafel met het blad op de bank gelegen. Ja. Dus. En er worden geen kosten berekend. Dus, ja. Helemaal goed. Dus, lieve vrienden, ik ben blij dat het weg is, want mijn tuin is ruim. Ik kan ook genieten van mijn tuin. Ja, heerlijk.
Hé? Zometeen ook even kijken of de dames ook nog wat hebben neergelegen terwijl de bankstellen nog stonden, want ik kon nergens bij komen, hè? Nee. Ik kon er niet achterlangs, want ook die hondenhok die staat er. En dus ja, helemaal geweldig. We gaan in het beleven, we gaan in het zien. Ik wil het ook, wanneer ik me goed voel, ook het terras beter aanvegen hier voor de, het huis langs. En ik moet weten wat een hoge drukreiniger is. Want ik heb twee reinigers. Dat is een stoomreiniger en een hoge drukreiniger. Stoomreiniger was geloof ik voor in huis. En de hoge drukreiniger voor buiten. Maar ze zijn allebei van mijn mannetje. Ik heb er nog nooit mee gewerkt. Ja, één keer mag ik niet liegen. Maar welke dat was, weet ik niet. Dat is zo lang geleden. Dat was nog in de, op het voorgaande race. Ik weet het echt niet meer. En dan moet ik ook op de naam letten wat erop staat. En daar kijk ik nou niet bij, want de rolstoel staat in de weg. Dus ja, ik kan niks beginnen in die schuur. Maar ja, maakt niet uit. We gaan alle keer even lopen. Hé, dametjes van het goede leven. Ja, we gaan wel lekker lopen. Ik moet trouwens mijn oorbellen nog in. Dat gaan we eerst doen. Ja. Er is één. Kom op. Moet je wel willen, hè? Ja, dat is één. Nou, nummertje twee. Die erop. En ik, oh, daarop. Wat is er? Ik mis een oorbel. Want daar haal ik de slootjes vanaf. Het zijn toch dezelfde oorbel. Enkel de ene is een goudkleur en de andere is zilverkleur. En ik heb nou zilverkleur erin. En zo. Een heleboel mensen doen daar geen slootjes aan. Nou ja, ik wel. Ze blijven wel zitten, nee. Ze kunnen er ook uit wippen, hoor. Heb ik wel eerder gehad. Zo. Klaar. Is het mooi. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. En geniet een beetje mee. Tot later. Doei, doei. Kijk, ga zitten. Ga zitten. Nou? Blijven. Mag dat? Dames.
Rijka ook. Zitten. Hier. Nou. Nou, en goed mikken. Rechter pas zoals die gaat.
ben zo in huis, hè. Ja, lieve vrienden, ik denk, ik pak jullie er weer even bij, want we hebben leuk even op de brug gestaan, hè. Ja, dat vond ik wel eventjes gaaf, om dat te zien. Maar ze stopte op een gegeven moment en ze gingen tegen elkaar praten ook. Ik denk, nou weet je, trouwens, ik was al opgestaan en ik was al een stukje weggelopen, maar ik moest over de weg, ik moest er natuurlijk om me heen. En dan gaat het zelf wel. Dus ik kom zo meteen wel weer retour. Dat was Karin dus even. Ja, met een oudere, tenminste niet qua leeftijd, maar een oudere vriend van uit het verleden, zeg maar. Die was bij haar op bezoek. En ja, helemaal leuk. Helemaal leuk, helemaal gezellig. Maar ze zijn aan het rijden een stukje, weet ik veel. Ik kreeg foto's van een heel mooi kerktorentje. Ja, die staat gewoon op de grond, dat torentje. Die hebben ze weten te behouden, denk ik. Ik weet het niet. Maar in ieder geval... over mijn computer weer even hebben gesproken. Vanavond om 7:00 moet ik weer bellen naar iemand die mij... kabel door het huis heen heeft aangelegen van de PC naar de meterkast. Die man moet ik hebben. Maar die was vanwege zijn werk aan de andere kant van het land. Dat kan gebeuren. En die man die moet ik hebben. Ja. Want ik hoop dat hij mij helpen kan. Ja. Echt. En ik zal even kijken hoe ver het op YouTube is. Want op YouTube dan moet ik dan even een filmpje gaan neerzetten. Als ik het niet op tijd red. Met mijn telefoon. Ja. Om jullie op de hoogte te brengen. Want anders gaat het helemaal fout, hè. Want met deze kan ik nou ook... Nou ja, dan moet ik een nieuwe map maken. Maar dat heb ik nog niet. Ik wil eerst dat afwachten. Want die schijf nog wel heel is, ja of nee. En dus... Nou, hij is gewoon wel koud. Nou ja, koud, koud, koud. Echt koud ook niet, dus ja. Maar in ieder geval. Het komt hopelijk allemaal wel goed. Hey kind. Hey miskatty. Maar ja, ik heb in ieder geval buiten lekker voor daarnet gezeten. Met een bakje koffie in een glas eigen gemaakte sap. Gewoon in deze stoel. En het, ja, ik moet nou, de mieren die hebben vrij spel gehad. Want ja, die bank die was laag. Dus het kwam lekker broeierig over op de grond. Dus dan hebben de mieren vrij spel. Maar dan moet ik ook weer met onkruid en alles bezig. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja. Ik hou wel dat er gaat vandaag even rust. Ik heb gisteren, nou ja, die berg was goed gevouwen voor Karin. En er is nog veel meer. Maar ik hou gewoon mijn rust. Ja. Moet ook kunnen, toch?
Ja, ik ga zo meteen nog een bakje maken, een bakje koffie. En dan ga ik lekker even wat voor mezelf doen. En even kijken op YouTube hoe ver het daar is. En dat ook in de gaten houden natuurlijk, logischerwijs. En dan heb ik Facebook nog, maar ik wil meer rust creëren, ook voor mezelf in mijn hoofd. Want het wordt mij te veel en ik wil graag blijven filmen. Dat is nou eenmaal mijn deed ik vroeger al, als kind zijnde, deed ik dat. Ja, ik had dat natuurlijk niet echt. Maar ik maakte van keukenrolletjes en placetrolletjes maakte ik een filmcameraatje. En dan was ik aan het filmen. Ik had een wieltje erop gemaakt, weet ik veel. En dan het filmen. En ja, en later kreeg ik van mijn oom een zwart-wit cameraatje. En met een bruin hoesje. Het was ook een bruin tot zwart fototoestel. En dan een bruine leren hoes eromheen met toeten ervan voren. Ik was altijd bezig. En zelfs als kind zijnde, ik maakte zulke mooie foto's ook. Van mensen die bewogen. Bij wijze van spreken een emmer water gooien. Dat beweegt. Maar het was zo mooi helder. En de foto was op zich dan niet bewogen. Het was echt heel goed. Je moet op het juiste moment weten foto's te maken. En op het juiste moment ook weten te filmen. Kijk, filmen, dat is wel bewegen. Maar je moet toch weten wat je wilt filmen, et cetera. Dat moet precies zo en niet anders bij mij. En ik vind ook je performance moet er ook daarna wezen. Maar eigenlijk, ik laat ook zien dat ik ziek ben of wat dan ook, want zo is het leven nou eenmaal. Maar ik mag wel ook graag er perfect eruit zien en netjes eruit zien. En dan begint men wel weer over dat ik geen tanden in mijn mond heb en dat ik tanden in mijn mond moet doen. Nou, ik geef je te doen als je er bijna in bent gestikt in je ondergebit of bovengebit. Maakt niet uit, want ik ken allebei. Ik ben namelijk bijna gestikt in mijn ondergebit. Toen leefde mijn man nog. Mijn man die heeft mij weten te redden. Ik liep al blauw aan, de kleur van mijn haar, jurk. Noem maar op. Waarom brom jij? Ik wil niet hebben dat jij bromt. Gaan we uitdoen. Uit. Daar ook uit. Alles uit. Ik wil alles uit hebben. Ja, goed zo. Dat, mijn man die heeft me toen gered. Moest ook, hij heeft ook de huisarts toen gebeld en die zei, foto's laten maken, ik bel naar het ziekenhuis, gelijk naar het ziekenhuis. Dan kunnen ze jullie opvangen. En ja, dat hebben we gedaan. Ik kon nog wel rijden en alles met de booster, want ik had toen al een booster en mijn man al een elektrische rolstoel, dus wij naar het ziekenhuis. We werden inderdaad gelijk opgevangen. Gelijk mee naar de afdeling foto laten maken. Nou, het was helemaal rauw en rood. En liepen of de vellen erbij los hingen, zeiden ze. Nou, mocht geen vast voedsel hebben. Ik moest een vloeibaar en vooral koud spul. Alsof je amandelen was geholpen. Moest ik 14 dagen proberen vol te houden. Daarna mocht ik het vloeibaar wat dikker maken, dus baby eten, laat me zeggen. Ging het niet, moest ik weer terugkomen. Nou, dat heb ik ook gehad, dat ging niet. Dus ik moest weer terugkomen, zijn er weer foto's gemaakt. Nou, het was wel al een beetje genezen, maar nog niet goed. Dus nog 14 dagen aan het vloeibaar. Dus yoghurt, vla, soep, maar geen dikke soep, het moest vloeibaar zijn, dus zeg maar bouillon. Nou, denk je dat ik dat lekker vond, 4 weken lang dat moeten eten? Ik gun dat niemand, hè? Dat het gebit half in je keel, weet ik veel waar het zat, maar ergens voor de helft weg was. En dat je man het eruit moet trekken, dat is niet leuk meer. Dus, nou leg ik het weer uit waarom ik geen gebit draag, waarom ik geen tanden in mijn mond heb. Dus lieve mensen, lieve vrienden, luister hiernaar. Ja, dat ik daarom geen gebit draag. Maar ik ben wel te verstaan.
Ik slis alleen wanneer ik echt dood en dood moe ben. Dan ga ik slissen. Maar voor de rest ben ik te verstaan. Ook al slis ik. Ik ben te verstaan. Luid en duidelijk. Dus ja, waarom mensen me dan beginnen uit te schelden? Dan doe je gebit in en oud wijf en je hoort hier niet of wat dan ook. Hallo? Kijk eens in de spiegel. Ben je zelf wel zo goed? Ik heb trouwens een hele mooie tekst gevonden. Die ga ik ook nog voorlezen ook. Die stond op TikTok. Ook voor de mensen die fouten maken. Ik maak in mijn taal ook fouten. Ik ging gisteren op Maatje gezocht, de groep voor Karin. Commentaar. Zonder van de, dat er zoveel fouten erin staan. Ik noem geen namen, want die weet ik niet eens niet uit mijn hoofd. Onder een plaatje met een tekst. Dat plaatje heb ik ook hier ook. Die wil ik eerst wel voorlezen. Openen, 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 openen. Openen met foto's, foto's. Gaan we eerst dat eventjes voorlezen. En ik laat hem jullie ook even zien. Ja, en ik zal hem nou even voorlezen voor jullie. Er zal nooit iemand zijn die ons zullen gaan verbieden om te willen, kunnen en te mogen dromen. Niemand zal daar aan kunnen gaan komen. Zelfs de regering niet. Dus lieve vrienden, vergeet dat niet. Ze willen ons van alles gaan ontnemen. Zelfs onze gedachten. Dat gaat niet meer. Ja, kijk, daar is de fout. Dat zie ik nou ook pas. Dat ga niet meer afwachten. Dat ga je niet meer afwachten. Maar sta op en vecht voor je vrijheid. Je kan toch door die fout heen lezen? Ja, dan zet je zelf het woordje je erbij. Er is er één opgevallen. Hallo? We zitten hier niet meer op school. En je hebt het wel tegen mij. En ik ben een heks. Ik ben een goede heks. Ik doe alles uit mijn hart. Maar ga niet tegen mijn harnas in. Want dan komt de zwarte heks naar boven. Zo simpel als ik weet niet wat. Ja, dus ik heb dat mens, die vrouw, was een vrouw. Ik heb een stuk gegeven. Je gaat niet hier les geven. Je hebt je vak gemist. Ga terug naar school. Kan je les geven. Zo simpel. En dan is dit ook voor haar. En ik zet het ook bij haar neer. Kan je lachen. Ik moet het even. Ja, ik heb hem al. Als je fouten zoekt, gebruik dan een spiegel en geen verrekijker. Knoop dat maar in je oren. Als je fouten zoekt, gebruik dan een spiegel en geen verrekijker. Duidelijk toch? Ja, die kwam ik op TikTok toevallig tegen. Ja, en ik zet hem er ook bij haar neer. Zo simpel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga eventjes een bakje koffie maken, zoals ik er net al zei. En ja, ik kan nog wel plaatjes maken. Enkel helemaal met mijn eigen attributen. Dat is ook op die schijf. Dus ook in die map waar ik niet aan mag komen. Nee, die map lijkt nou leeg te staan. Ik kan er niks aan doen. Maar ik kan wel plaatjes maken. Dan haal ik gewoon weer van internet af. Internet heeft genoeg. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn er weer even. Ik heb lekker net even heerlijk zitten te eten. Stukje vlees en worteltjes, dus heerlijk, heerlijk, heerlijk. De meisjes zijn weer even in de tuin, want die heb ik ook al uitgelaten trouwens. Ik ben al weg geweest en ik heb net een telefoon gehad van Karin. En Kandel, die zit achter de deur te mekkeren en te doen. Nou, die blijft maar even daar. Die had er net aandacht genoeg gehad en snoepjes gehad. Nou is de meisjes hun beurt weer even. Die wilde ook weer even de tuin in. Dus dat moet allemaal kunnen. Ik moet nog iemand bellen. Maar die heb ik net gebeld. Maar toen was de telefoon er net. Stond uit of weet ik van wat. Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval. Komt wel goed, mag ik hopen.
En ja, anders op een ander tijdstip. Ja, ik zou eigenlijk om 7 uur bellen. Ik denk, ja, maar die jongen die moet ook even eten en kunnen koffie drinken, even bijkomen van zijn werk. Dus ik probeer straks rond om 8 uur probeer ik weer even. Dus het komt helemaal goed. En ik wens jullie natuurlijk een hele liefdevolle avond toe. Geniet ervan met wat jullie allemaal gaan doen. En ik zie jullie later wel weer. Ja, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer heel erg laat. Ja, het is 2:50 in de nacht. Dus wij gaan hardlopen er een beetje toe. We zijn al naar buiten geweest. Ik heb mijn medicijn al ingenomen. Ik heb alles gedaan wat ik gedaan kon hebben. Buiten een vlog in elkaar zetten, want dat kan ik niet. Ik ben ook bang dat mijn filmpjes van eer vorige week niet meer terug te halen zijn. Dus dat we een aantal x dagen verloren gaan. Dus ja, ik ben blij dat ik hier nog van alles op heb zitten van afgelopen weekend tot nu. Bijna weer weekend. Dus ja, ik moet weer opnieuw beginnen, ben ik bang. Maar dat zullen we morgenavond hopelijk beleven. Want morgenavond komt de beste man die er verstand van heeft. Die komt even kijken. En dan zullen we het beleven. Ja, ik hoop van ganse harte dat het hem lukt. Hij weet hoe het moet, hoe het werkt, bla bla bla. Dus ja, dat dus. En dan gaan we hardlopen naar bed. Ja, deur is op slot, tuindeur is op slot, alles is op slot. Ja. Dus we gaan lekker een beetje toe. Dus wij wensen jullie allemaal welterusten en een goede nacht. Je slaapt lekker met mooie dromen. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.